President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren met zijn delegatie aangekomen in Saoedi-Arabië, waar de 14 lidlanden van de CARICOM zullen deelnemen aan een top met de leiders van het gastland. Deze samenkomst, gefinancierd door het land in het Midden-Oosten, is een cruciale mijlpaal waar leiders voor het eerst uitgebreid in Saoedi-Arabië zullen discussiëren over strategische samenwerkingsaspecten. Na zijn aankomst heeft president Santokhi een gesprek gehad met Adil Al-Jubeir, de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië. Het constructieve gesprek, gehouden in de werkkamer van de president, vormde de basis voor de bredere discussie die tijdens de top zullen plaatsvinden. De bijeenkomst biedt een platform voor verdere dialoog en samenwerking, waardoor Suriname zijn stem kan laten horen op het wereldtoneel en tegelijkertijd tastbare voordelen voor de samenleving kan realiseren.